laten zien. Dus mijn allereerste game van Dominion. Dus ik verwacht er niet heel veel van. Maar ik kan je wel vertellen, we gaan winnen. En ik speel met Lux. Sommige is nummer, dat ben ik. En zoals je ziet, je begint met 1375 gold. Je begint level 3, je kan gelijk 3 skills upgraden. En ik ga jullie gewoon de gameplay laten zien. En beginnen. Je blijft hier eerst 1,5 minuut staan. En dan begint het pas echt. Dus ik spoel dat even door. Het is de bedoeling dat je de 5 punten die er zijn, moet je ze zoveel mogelijk capturen, zoals dat ziet. En als je er dus 3 hebt en de tegenstander heeft 2, dan heb je er 1 meer. Dan gaat er per tick, game tick, gaat er 1 HP van de Nexus van de tegenstander af. En het was daar heel snel een kill, dat was zicht erbij. En op zich, dit potje gaat best wel aardig, ga ik in 1 keer dood. Ik wil jullie het al een beetje laten zien hoe het gaat. Ik vond dat ik het zelf nog best wel aardig deed. Ik hoop dat ze het filmpje leuk gaan vinden. Hier, we staan al best wel voor. Dit is mijn team. En het rode is de tegenstander. Ik heb nu wat in de midden gepakt. Daar word je sterker van. Ik kan het even lezen. En dit. Als je ziet, je popt jezelf zo groot in. Dan zit je best wel, voor mij goed als achter. Ik heb het filmpje al een keer bekeken. Het ziet er wel vet uit dat je groter bent. Je moet eens kijken. Het gaat even snel. Ik zal hem even wat langzamer laten. Ik hield dit vast. Dan kan je ook andere mensen bekijken zo. Dit moet je geen echt goed. Dat deed het echt heel goed als team. Zoals je ziet, we hebben nu alle 5 de points. En hier weer een kill. En dan gaat er dus per game tick gaat er 5 HP van de Nexus af. En dat is hier zo. Dit is een straal van ons die maakt schade daarop. Die de Nexus van de tegenstander heeft. Ik mis het daar mijn ulti, maar oh nee, die nog voor gaan. Weer een assist erbij. Gaat lekker, kijk dan. Wij hebben bijna 2 keer zoveel. Ja, we hebben 2 keer zoveel. Ja, goed. Goed potje was dit. Dit is wel een grappige kill. Kijk, dit is ook een soort van turret en die schiet dus ook. Ik ga een beetje eromheen rennen en dan ben ik dood. Je krijgt ook punten. En dan, zoals je ziet, heb ik nu 273 punten. En daar sta ik dus 4 of 5e mee van mijn team. Want er staat hem al niet 1, 2 of 3 hiervoor. Dan als je eerst 2e of 3e staat, staat er een 1, 2 of 3 hiervoor. Maar dat heb ik dus niet. Dus ik ga niet eerst 2e of 3e, maar ik kom uiteindelijk 2e te staan. En ik ga hem weer even doorspoelen. Tegenstander nu volgend over. Als je ziet, als de tegenstander zo het punt opneemt, dan gaat er 2 HP van je Nexus af. En als ze hem daarna van hun zelf maken, dan gaat er weer 2 HP van. Dus als je ziet, de tegenstander is nu een opmars, ze hebben 3 punten alweer. En dan ga je hier samen met Olaf deze overnemen. Nog een beetje onbeschermd. Zo, langzaam laten gaan. Dat niet redden. Ik had hem al gestemd, Morgana, maar is toch te goed. Nou ja, dan is weer. Hij is geneutraliseerd. En hier faalde ik mijn skill. Maakt niet uit. Je ziet hier op de kaart zie je van die schoentjes staan. Daar, als je daar doorheen loopt, dan krijg je een buff, dan word je sneller. En van die kruisjes, als je daar doorheen loopt, dan krijg je weer HP erbij. En dat is al chill. Het niet, hier wordt door Morgana aangevallen en gekankt, terwijl hier gewoon 2 mensen staan. En ik krijg hier de kill, maar lucky. Alsnog killing spree, krijg je dit punt, ik heb nu 405 punten. En je hoort nu ook de muziek, die is wat zeg maar spannender. En dat is juist hoe verder het spel voert, hoe spannender het wordt. Hier zo, ik zat gewoon niet op te letten, opeens staat zij daar zo en ik had hem niet eens door. En zij had heel veel lag, dus zij ging hier niet eens achterna. En we hebben al bijna gewonnen. Snel potje. Ik spoel hem weer even door. Morgana, ik was best wel
weinig HP maar nog over, maar de tegenstander heeft nu meer dan ons, dus nu gaat bij ons een Nexus HP vanaf. Van het filmpje en natuurlijk van Dominion zelf. En tot ziens.